Ja, na 4 maanden valt het doek voor Ajax-trainer Marie Stijn. En dat is ook niet zo heel gek, want van de 7 competitieduels wist hij er maar 1 te winnen. Ajax staat 17 in de competitie. Kortom, een sportieve crisis bij de Amsterdammers. We gingen heel veel de straat om te kijken wat de Ajax-fans ervan vinden. Want hij krijgt het niet meer op de rit. Hij had nu toch verbetering in moeten zijn. Hij heeft toch een elftal wat qua kwaliteit toch beter is dan de meeste van de Eredivisie. En als je dat niet op de rit krijgt, dan doe je iets fout. Als je nou een groep hebt waar je zelf niks over mocht vertellen wie die je graag wil hebben. Die Michelat, je hebt gewoon puin gekocht en zelf aan verdiend. Ja. Die man heeft totaal geen kans gehad. Het materiaal is gewoon Ajax onwaardig, maar ook Eredivisie onwaardig, vind ik. Kijk maar naar de stand. Ik ben het helemaal niet met hem eens. Het is exit. Die man die straalt ook helemaal niks uit. Nee. Ik heb een tijd lang heb ik hem verdedigd, maar ik vind het absoluut helemaal niks. Het hele vertrouwen is weg bij de jongens. Niemand heeft geen vertrouwen meer. Elke keer wisselt hij van spelers. Dit keer niet. Zit er geen patroon in, er is geen zelfvertrouwen. Nou, en ik weet, als je een elftal hebt zonder zelfvertrouwen, kan je het vergeten. John van der Schip wordt nu genoemd hè, als interim coach na PSV. Is dat een goede optie? Ik weet niet hoe die geestelijk nu in elkaar zit. Die jongen is net zijn vrouw kwijtgeraakt, dus kan hij dit allemaal wel aan? Ja, wat heb John van der Schip qua trainingsvak een beetje bereikt? Ook niet echt veel. Het enige wat hij wel heeft is natuurlijk een Ajax-hart. Ik weet niet of hij de capaciteiten er wel voor heeft. Ik had graag een ervaren trainer gaan naar Van Gaal kennen die. Maar in die richting, wie die jongens weer het vertrouwen terug gaan geven. Want dat is het eerste wat moet gebeuren. Ja, je had het misschien net ook al door, maar ik sta dus op Schiphol. Over een paar uur vlieg ik naar Engeland. Dan speelt Ajax overmorgen tegen Brighton in de Europa League. Zonder Marie Stijn, met Hedwigis Maduro. Het was eerst assistent, maar is nu dus even hoofdtrainer. Is hij ook trouwens zondag tegen PSV. En dan daarna, als het allemaal goed gaat, dan zou misschien John van het Schip kunnen komen. Wordt dan de hoofdtrainer van Ajax. Die gesprekken lopen nog, dus dat gaan we in de gaten houden. Wat ik ook in de gaten ga houden, is dat ik misschien wel een oude bekende ga tegenkomen in Brighton. Joël Veldman. Wellicht gaat dat gebeuren. Ik zou zeggen, haal Auto 5 in de gaten voor al het Ajax-nieuws.